papa. Hectiek in de ochtend. Overleven. Ja, nu wacht. Waar zijn die nou dan? Grand Prix. Nieuwtje. Nog steeds niet. Acceptatie van nu. Maar dus als je... Ik heb erbij. Even dan. Oeh. En dan gaat hij keihuiswerk maken. Dat is fijn. Mijn bakken leeg. Waarom mis je papa dan? Woep. Daar kijk je naar. Maar toch in. Papa, wat leuk op je tong. Een hele goede morgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En jawel, je ziet het goed. Het is donderdagochtend. 4:15 ben ik opgestaan. Want ik ga een dagje weg. Onze achterbuurman die werkt mee met de opbouw van de Grand Prix in Zandvoort. En dan ga ik een dagje meehelpen. Dus ik heb mijn eten klaargemaakt. Ik ga nu op de fiets naar de achterkant bij de achterbuurman. Om mee te gaan naar de Grand Prix in Zandvoort. Dus vandaag moeten jullie het een dagje zonder me doen. Ik mis Vara en de kinderen. Nu al. Dus de ruifjes, als jullie het zien. Ik kan niet wachten jullie weer te zien. En Woesem is mij volgens mij het meest. Want die voelt dat baasje weggaat. Hé, hey, maar ik kom terug hoor. Ik kom terug. Nou, fijne dag. Kijk vanavond weer gezellig met ons mee. Dag. Goed zorg op het huis, hè. Goed zorg voor de kindjes. Doei. Zo, komt toch niet laat om wel de kinderen hun broodjes te smeren. En lekker op 2 bekers drinken klaar te maken voor school. En even een lief briefje geschreven voor Vara en de kids. Nou, ik moet gauw gaan om op tijd in Zandvoort te zijn. Fijne dag allemaal. En kids, geniet op school. Ik mis jullie nu al met mama. Tot straks. De 2 hondjes, die kunnen niet afscheiden. Kom jongens, plasje gedaan. Papa heeft de fiets gepakt. En jullie naar binnen, kom. Nou, in de auto op de Zandvoort. Een hele goede morgen jongens. Volgens mij heeft Daniel vanochtend de vlog al geopend. Wij hebben hem niet meer gezien, want vandaag zijn we even een dagje zonder... Papa! Maar wat hij wel heeft gedaan, is... Mama. Jullie broodtrommels yes. gemaakt. Oh. Lieve Vara, Luan, Lucilla, Luxie en Lucius, Woezel, Pip, Sammy en de visjes. Hele mooie dag gewenst. Ik mis jullie nu al forever. Liefs van man en papa. Daniel Bellinga. Oh, dat is lief van papa. Nou, doe maar lekker alle broden in je tas, want dat heeft hij al gesmeerd voor jullie. Die moet nog daar. Ik doe al mijn fruit hierin. Oh, ja, maar de fruit moeten we nog even maken, denk ik. Nee, ik heb Oh, die had je al. Oh, had je erbij gedaan. Oh, helemaal toppie. Ja? Ja, dat zie ik. Ik heb mijn letters op en hier. Je boterham, je wil letters op je boterham. Ja. Chocolade aangeslag met de letters die ze heeft. Ik ook. Nou, gaan we boterhammetjes smeren. Dus even kijken. De letters hagelslag. En dan bedoelt ze deze mee, omdat daar van die letters in zitten. Deze bedoel je? Ja. Nou, gaan we die even maken. En Luan ook even zijn tas inpakken met zijn lunchpakketje. Luan en Lucilla die gaan vandaag naar school toe. Die hebben een lange dag op school. En Luxie en mama en Lucius die zijn met z'n drieën alleen thuis. Wel een beetje gek. Normaal gesproken denken, waarom... Maken jullie zo'n punt van dat papa een dagje er niet is. Maar ja, wij voor ons zijn we natuurlijk gewend om 24/7 altijd samen te zijn. Dat is wel misschien grappig te vertellen. Dat Daniel en ik zijn eigenlijk nooit langer dan 1 of 2 dagen van elkaar weg geweest. In de 11 jaar dat we samen zijn. Ja, en vandaag toch een heel dagje niet met elkaar. Hij is dus met, volgens mij heeft hij het al verteld tenminste. Hij zei dat hij dat zou vertellen in de vlog. Hij is met de buurman, de overbuurman mee. En die heeft een klus bij... Dat racecircuit, ik weet even niet hoe dat heet. En hij vond het leuk om mee te gaan. Oh, Pip, ben je naar buiten? Dus vandaar dat hij meeging. Alleen zei de buurman, ja, dan moet je wel vroeg op, want onze werkdag begint vroeg. Dus vandaar dat hij al heel vroeg op is. En dat hij met de buurman meegaat naar dat circuit. En hij wist niet precies hoe laat hij thuis zou zijn. Dus ik denk dat dat wel een hele dag gaat zijn. Doe maar, Moesel Pip. Ja? Ik heb sokken mee met jou, want ik wou mijn voeten warm blijven. Oh, maar dat is wel heel dik in je schoenen, hè? Zitten je schoenen ook strakker? Ja. Heb je je sokken onder je mail gedaan? Ja. Oh ja. Nou ja, volgens mij zit dan je schoen een beetje te strak. Maar dan moet je maar even kijken. Ja. Nou, we gaan eerst even lekker eten. En dan hopelijk zien we vanavond Daniel weer. Volgens mij had hij ook wel de camera meegenomen om even wat filmpjes te maken. Typisch Luxie. Zijn wij niet opruimen? Ze moet een popje opruimen. Oh, heeft ze daar haar pop neergelegd? Ja. Luxie. Ze moet haar popje opruimen.
Oh, en die beker. Ja, gaan we die beker ook nog even vullen met limonade. En je popje. Nou, dus kijk, vandaag weer gezellig. Met ons mee. Nee. Oh, nee. Nou, na eventjes rijden, ja, ben ik dan backstage aangekomen op de Grand Prix. Maar dit heeft dus onze buurman laten aanleggen met zijn bedrijf. Alle tv-kabels waar straks de Grand Prix op te zien is. En nu gaan we met een heftruck deze betonblokken straks allemaal weer opleggen. En hier sta ik dan. Grand Prix, hier komen de Formule 1 wagens kaart voorbij schuren. En we hopen dat Max Verstappen gaat winnen. Max, als je het ziet, zet hem op. En vraag de auto nieuwe betonblokken aan neerleggen om die laatste gul dicht te maken. Kijk eens wie ook weer wakker is. Hé, hey, wie is hier ook weer wakker? Onze grote jongen. Onze kleine grote jongen. Ja. Wil je papa vandaag ook een beetje missen? Nou, ik weet nog niet of hij er zoveel van meekrijgt, maar Lucilla moest vanochtend wel even een traantje laten. Hè? Want Lucilla dacht, hé, waar is papa nou? Papa die was vanochtend zo vroeg weg, toen sliepen jullie nog. Zou je dat nog niet meegemaakt? Nee. Nee. Vandaag heb ik lekker afgesproken met Melissa. Mama ook lekker afgesproken. Ook. Ik breng straks eerst de kinderen naar school. Ze brengt natuurlijk haar kids ook naar school. En dan komt ze denk ik gezellig hier. En dan gaan we lekker samen een kopje thee drinken en weer bijkletsen. Want we hebben de vakantie hebben elkaar wel gezien. En we hebben afgesproken. Maar we waren vooral met de kinderen. En ja, dat is wel het leuke aan als je ook een vriendin hebt met kinderen. Die snapt dat als je amper kan kletsen als je met de kinderen bent. Want dan ja, vragen de kinderen iedere keer je aandacht. Maar nu zijn de meesten op school. Ik heb alleen Luxie en Lucius en haar kids zijn allemaal naar school. En het kinderdagverblijf. Dus kunnen we samen even gezellig bijkletsen. Nu Daniel er ook niet is. En ja, even tijd voor vriendinnen hebben. Voor elkaar hebben, liefie. Ja, ik kan ze jou ook even beter knuffelen. Want ze heeft jou ook wel gemist, hè. Ja, want ze was bij de bevalling. Dus je blijft ook een beetje bijzonder voor haar. Ja. Nou, eerst even de boterhammetjes opeten. Kijk, daar zitten ze. Boterhammetjes even opeten. En dan gaan we op. Oh, de camera gaat op. Naar school. Ik heb niet zo. Nee, jij mag met mama blijven. Ja. Ervaring is, die greppel zit er veel zand tussen. Dus daar moet opnieuw dat uitgehaald worden. Dat die ietsje zo kan en dan kan die er wel op. Nou, hectiek, hectiek in de ochtend. Ik heb de kinderen, die hebben de jas al aan. Maar ik moet Lusjes nog even meenemen. En die doe ik even, ja, ik moet natuurlijk ook de kinderen wegbrengen. Of kun je zelf uit de auto stappen, Luan? Ja. Kan jij Lucilla wegbrengen? Ja. Want anders moet ik Lusjes weer helemaal uit de auto halen, in de kinderwagen leggen, de kinderwagen weer uit de auto. En dan Luxie weer in de riem, uit de riem. Ja, dat is het. Kijk, normaal gesproken, als we dan de kinderen wegbrengen, gaan we vaak samen daarna nog even de boodschappen doen. Op deze dag, donderdag, dat gaat nu ook niet. Maar ik bedoel, dan zijn we samen, dus dan blijft even één iemand in de auto zitten. Loop ik even met Leon en Lucilla mee om ze weg te brengen tot de deur. En dan gaan we samen boodschappen doen. Maar ja, en ik kan nu niet de auto uit. Ja, het kan wel, maar dan moet ik helemaal de kinderen, alle kinderen eruit halen. Terwijl Luxie en Lucius niet naar school gaan, maar moet ik hun eruit halen voordat ik dan op het schoolplein sta. En de klok tikt door. Zijn ze ook alweer wat later en is het ook weer heel gedoe. En boodschappen doen is natuurlijk ook lastig nu, aangezien ik Lucius in de kinderwagen heb liggen. En ja, ik heb nog niet echt met die maxicosi erop uit. Ik weet niet hoe andere ouders het eigenlijk doen. Maar ja, dat weet ik, maar ik heb echt niet veel meer in huis. De koelkast is echt gewoon super leeg. Je moet namelijk in een supermarkt moet je een karretje bij hebben. En ik kan niet en een kinderwagen en een karretje tegelijkertijd duwen. En als ik alleen ben, ja, is dat lastig. En ik heb Luxie natuurlijk ook nog bij. Dus ik weet niet hoe andere ouders of moeders dat doen die alleen zijn. Maar dit is een beetje de inhoud van de koelkast. Het is niet zoveel meer. Dus het is niet handig om boodschappen te doen met een baby met een kinderwagen. En ik weet dat er ook sommige ouders dan een maxicosi meenemen en dan op het karretje zetten of zo. Maar ja, dan moet je ook je boodschappen in doen. In de draagzak, dat is wel een goeie. Maar ik weet niet, aangezien boodschappen doen voor mama echt topsport is. Je moet al die boodschappen in en uit en in en uit. En dan heb ik Lucius op mijn buik hangen. Dat is wel weer heel zwaar. En dan ga ik hem van zweten. Dus dat vind ik, ja, het is een goede noodoplossing. Maar ik denk toch, jongens, dat wij het even uitzingen met wat boodschappen die we nog hebben. Met wat eten wat we nog hebben. En dan doe ik morgen de boodschappen met Daniel samen. En papa kan toch ook... Sorry, ik mis hem dan toch al nu alweer. Ja? Maar papa kan ook deze avond even snel naar de winkel gaan.
Ja, dat kan ook. Papa kan, ja, maar ik weet niet hoe laat hij terugkomt. En ik weet ook niet of hoe laat de winkels open zijn. Maar goed, we staan er weer veel te lang te kletsen. Kijk op de klok. Oh jongens, we moeten gaan. Kom. Allemaal de auto in. Ja, ik laat de kinderwagen wel hier. Ik rij alleen Luus even die kant op. Kom jongens. Luan, heb je de sleutel? Ja. Ja? Heb je de schooltassen? Ja. Die zullen ook, je schooltas? Ja. Oké, lamp uit. Luxie, die luier moet je nog even in de prullenbak gooien. Pak maar vast. Ja. Ja, lopen. Ja. Doe jij de deur op slot? Oh, ja. Toppie. Mam, ja. Nee. Heb je de sleutel? Wat? Volgens mij is die andere deur ook niet op slot. Oh. Nou, ik ben vast bij de auto. Ja, doe de deur maar open, liefie. Slot. Oh, zit hij op slot? Oh. Luan? Oh, oké, dit wordt dus te laat komen. Luan, heb jij de sleutel? Liefie, de deur zit hier op slot. Ja, dit wordt dus te laat komen. Lu! Kom jongen, kom. Echt, je komt echt te laat nu. Het is nu al 3:50. Kom, rennen jongen, kom. Kom, ja, dat ontbijt raam ik straks wel even op. Nee, die zit dicht. Lu, kom. Die zit dicht. Nou, niet 10 jaar duren, expres duren dus. Nee, Lu. Nou zit hij niet dicht. Echt niet. Ah, nou, kom. Doe even die voordeur open, want jij hebt de sleutel. Ja. Nou, doei Woezelpip. Ben zo terug. Oh, Woezelpip, die denken, nou, wat zijn jullie weer aan het stressen. Ja. Nou, oké. Okay. Nee, eerst die deur even open doen, want dan kunnen wij erdoor. Oké. Okay. Luxie, heb jij je luier? Die ene vieze luier? Ja, die moet je even in de prullenbak gooien. Ja. Ik papa toen jou. Ja, normaal doet papa dat, ja. Nou, gooi die luier maar even in de prullenbak. Dit is een vieze stinkluier, dus die doen we altijd buiten in de prullenbak. Goed zo. Nou, op naar de auto. Lu, jij doet het huis dicht, hè? Ja, Op slot doen. Oké, nou, ik doe vast Luusjes even in de auto. Luxie, prullenbak is daar, hè? Kijk, daar hebben we een grote prullenbak staan. Oké, maar de auto is niet open. Luan, kan je... Ja, Luan doet de auto open met het knopje. Nee. Ja, maar Luan moet hem eerst open doen met het knopje. Nou, ga er maar in. Huh? Oh, dan doe maar in die. Doe maar in die bak. Papa doet die ook naar de Rova. Ja, toppie. Nou, Luus is even... Nou, ik ga even de kinderwagen... Luus zet de kinderwagen halen in de maxi-koos leggen. En in de auto. We zien jullie zo meteen weer. Mama, niet erin. Nog niet erin doen, Luus. Nee, alleen zo. Zo, nou, nu moet ik zeggen dat ochtendspits natuurlijk wel bekend is. Niet dat dat alleen maar is als Daniel er niet is. We hadden wel een beetje ochtendspits. Maar ik moet zeggen dat het nu wel echt ochtendspits is. Normaal gesproken zit Daniel dan al in de auto. Klaar. En toen we meteen instappen en rijden, doet hij de deur op slot. En doet hij altijd dat soort dingetjes. Dus dat zal hem eens even doen. Maar goed, nu gaat helemaal goed. Ja, de kinderwagen heb ik even niet mee, liefie, want ik stap niet uit. Ja. En mama, jij gaat geen boodschappen doen. Hè? Ik ga geen boodschappen doen nu. Ja, dat doen we morgen wel. Doe ik morgen wel, inderdaad. Morgen trouwens ook iets heel leuks, maar dat gaan jullie morgen zien. Verrassing. Voor de kinderen weten het ook nog niet. We gaan morgen iets heel leuks doen. Maar morgen zijn we namelijk vrij van school. Want dan hebben ze hier in het dorp is normaal gesproken een feest of zo. Nu niet met corona. Maar doordat er een feest is, normaal gesproken, traditiegewijs, zijn alle scholen wel dicht in deze omgeving. Dus ze zijn morgen vrij. Dus we gaan morgen iets leuks doen. We gaan erop uit. Maar dat gaan jullie morgen allemaal zien. Eerst even kijken hoe we deze dag kunnen overleven. maar dat gaat vast goed komen, jongens. Wij kunnen dit. We krijgen altijd goede hulp van alle kinderen. Alleen de boodschappen doen we even morgen. Maar ik ga wel straks al de koffers pakken. Want ja, koffers pakken. Dat hebben we nodig voor het weekend. Ja, ik weet het. Nee, dat weet je helemaal niet. Ik schat wel een beetje. Nee, jij weet helemaal niks. En zometeen komt Melissa. En dan ga ik even gezellig met Melissa een kopje thee drinken en bijpeppen. Over vriendinnen en moeder dingen. Want daar zijn we van de zomervakantie niet echt naartoe gekomen. We hebben elkaar wel regelmatig gezien. En we hebben heel veel geappt. Maar soms is de app
te kort om op te typen. Want we hebben zoveel te kletsen dat we hele lange appjes typen. En niet altijd tijd hebben om weer terug te typen omdat we de kinderen om ons heen hebben lopen. Dus daarna, als de zomervakantie hier afgelopen is en de kinderen weer naar school zijn, gaan we snel weer afspreken. Want het schiet niet op met dat geapp van ons. Heel die vingers moeten zoveel typen. En tijd hebben om terug te typen. Dus heel gezellig. Als de kinderen dan lekker op school zitten, hebben wij ook even tijd voor elkaar. En ik wil die vriendschap ook echt wel koesteren. Omdat ik het toch wel heel bijzonder vind dat we zo deze vriendschap hebben opgebouwd in de afgelopen maanden. Sinds we hier eigenlijk wonen, sinds maart. Heb haar leren kennen via school, via onze kinderen eigenlijk ook. Die hebben elkaar in de klas zitten. En dezelfde leeftijd hebben, dezelfde hoeveelheid kinderen hebben. Ze heeft ook 4 kids van dezelfde leeftijd. Super leuk. En het is gewoon een hele erg leuke klik samen. Wat ik heel graag wil koesteren. Vandaar dat ik het ook heel goed en fijn vind om ook tijd te investeren in gewoon samen met haar te zijn. Vandaar dat het ook wel goed uitkwam. Daniel was vandaag toch ook weg. Dat we samen even gezellig bij kletsen zometeen. En dan gaan we bij ons thuis. Ja, ik heb niet heel veel in huis, maar maakt niet uit. Volgens mij heb ik nog wel wat lekkers in huis. Van een paar dingetjes lekker. Suikerbrood heb ik nog in huis gekregen van kraamvisite van de week. En een kopje thee erbij en een kopje koffie erbij. En dan is het al snel goed. Dus dat is een beetje de planning voor vandaag. En dan haal ik jullie straks weer op van school. Ja. En dan gaan we nog even lekker spelen. En dan hopelijk is papa dan al wel snel weer thuis. Eén rijtje stenen dood. En dan kan deze binnenband iets ingedrukt worden dat die betonblok hierop past. Nou. Deze hele baan te gaan. Ik heb dit stuk niet gehad. Mooi werk. De nieuw gestorte vloeren waar straks alle Formule 1 auto's tijdens de race staan. In de carpet. Cool. Nou, ziet er strak uit. Ondertussen de kids weggebracht. Ik denk dat ze net op het randje waren, want de klassen stonden niet meer op het schoolplein. Door dat corona gebeuren staan alle klassen altijd op schoolplein op groepjes. Volgens mij is het overal wel. Bij je juffrouw en dan loop je samen tegelijk naar binnen. Maar er stond niemand meer op het schoolplein. Dus Luan heeft even Lucilla naar de klas gebracht. En ik ga even kijken of Melissa er al is. Die zal al misschien wel denken. Ik weet niet. Ze hadden volgens mij bij ons thuis afgesproken. En die brengt ook even de kinderen weg. Dus ik bel even. Om te vragen of ze onderweg is. Want ik ben dus nog niet thuis. Kijk hoor. Afgezet. Ik denk als jij zo meteen voor de poort staat, dan ben ik dus nog niet thuis. Maar ik ben ook bijna bij ons. Maar jij bent ook nog aan het rijden. Ik ben ook op de weg. Dus dan zie ik jou zomaar bij jou uit. Nou, er komen zo tegelijkertijd aan, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Gezellig. Zie ik je zo. Oké, tot zo. Nou. Dat hebben alle moeders dus een klein beetje, denk ik. Gisteren zag ik haar ook al over het schoolplein rennen. Dat hebben we dus, volgens mij is dat een heel herkenbaar dingetje. Ja, schatje. Melissa? Ja, Melissa, kom even lekker gezellig op de thee. Ja. Vind je dat leuk? Nee, zien. Ja. Spiegel? Ja, ik kan jou zien in de spiegel, ja. Au. Het scheelt, ik ben nog net ietsjes eerder thuis dan dat Melissa bij ons thuis is. Maar we zijn er weer. Lucy is weer in de kinderwagen gelegd, net op tijd, want hij begint een beetje te piepen. Dan heeft hij honger, dus ik ga hem even voeden. En volgens mij, even kijken of Melissa er al is. Ik kan meteen het hek open doen. Even kijken, Sil. Lux, Sil. Ja, oh, ze staat er. Ja, wacht even, ik moet even het kastje pakken uit de auto. Dat is toch wat. Even kijken, anders kan ze er niet in. En ik heb ook nog wel een afstandsbediening binnen liggen, maar ik sta nu hier. Gaat hij nou open? Gaat hij open? Ja, hij gaat open. Ja, kom eraan. Nou, ik ben net op tijd thuis. Melissa komt net binnen rijden. Even de afstandsbediening weer in de auto leggen. Zo. Nou. Zo. Ja, Lucy heeft honger.
Die moet even wat drinken, schatje. We zijn precies op tijd thuis. Precies op tijd. Goedemorgen. Daar is Melissa, jongens. Kom erin. Wat een hectiek weer 's ochtends. Daniel is er niet. Dus ik mis net even dat structuurdingen. Hebben wij een meidenochtendje? We hebben een meidenochtendje. Gezellig. En ik ben precies op tijd voor te voeden, want ik begin nu net wakker te worden. Oh, ja. Gaan we nog knuffelen? Ah, ja? Ja, nu hebben we alle tijd ervoor, hè? Alle tijd. Nee, dan geef ik nog even met mij, hè? Nou, Giel, Hesja, nu weer het bandje erin en we hebben de eerste drie gelegd. Met een lekker beschuitje en een kopje koffie zitten wij even lekker aan tafel. Dat is lekkere luxe. Een lekker beschuit met muisjes eten. Altijd dat tongetje. Met de tongetjes vast. Ben jij in het fiets? Je hebt een roze fiets. Dat klopt. Nou, Luxie was even een rondje aan het fietsen door huis. Melissa is net weer naar huis. Super gezellig. We hebben eigenlijk niets anders gedaan dan gewoon gezellig gekletst daar aan de keukentafel. Met Luxie erbij. Ja! Ja, die zijn opeens weg. Waar zijn die nou dan? Woezel Pip! Woezel Pip! Nee, ze zijn er niet meer. Waar zijn Woezel en Pip? Oh, Dirk! Ja. Ja, Woezel en Pip die heeft Melissa meteen meegenomen, want we gaan morgen een weekendje weg. En we konden helaas Woezel en Pip niet meenemen. En Melissa vindt het altijd leuk om ook op de hondjes te passen. Dus die wilde ze meenemen. Dan kan haar kindje ze lekker mee knuffelen. Dus vandaar dat ze als ook meteen de hondjes meenemen. Anders zou Daniel namelijk vanavond de honden brengen. Maar ik weet ook niet precies hoe het laat hij thuis is. En ze was toch hier. Dus ze zei, nou neem ik meteen Moesel en Pip even mee. Dus super, super gezellig dat het was. Even lekker bijgekletst, jongens. Of allerlei ditjes en datjes. Moederdingetjes, vrouwendingetjes. Laten we het daarop houden. Maar wel heel fijn dat we even een beetje te kunnen. Zonder dat je iedere keer gestoord wordt door de kinderen die er tussendoor komen. Alleen Luxie natuurlijk en Lucius, waar ze lekker mee heeft geknuffeld. Die ligt nu weer lekker te slapen in zijn kinderwagen. Kijk, heerlijk. Volgens mij knort hij ook een beetje. Kijk. Hoor je dat? Super schattig. Dus even lekker hier aan het chillen. En ik ga nu even lekker knutselen met Luxie. Want Luxie die wou wat knutselen, liefie. Wat zullen we gaan maken? Hé. Hey. Wat zullen we gaan doen? Iets knutselen? Giants! Wat? Giants! Wat is dat? Giants! Weet je dat niet? Oh! Mama heeft nog wel misschien een leuk knutselpakketje, goed? Yo, laatste stukje. Die er nog op. En dan hebben we hem bijna dicht. De laatste drie. 1, 2, 3. En dan is hij dicht. Je kunt de Formule 1 auto's naar de racebaan. Nou, en eventjes vanaf de Grand Prix. Is de klus bijna geklaard. We nog even al die tegels. Doen we van hier nog even daar in tikken. Zo. Nou, gaat u maar zitten, madame. Oké. In de stoel. Nou, we gaan samen lekker wat maken. En we hebben een leuk knutselwerkje uitgekomen. Ja. Even jullie een beetje goed neerzetten. Ja. Zo. Kijk, wat gaan we namelijk samen maken? Klei-ijsjes. 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 Pak jij maar uit, liefie. Mama! Hoppatee, er zitten drie kleine kleurtjes bij. Ja, echt. Een blauwe. En die moet je eerst zo opmaken. Oh, zo. Blauw. Ik kan het goed. Even kijken. Speciaal. Ja, die maar. Doe mama de klei eruit aan. Goed? Ook een beetje strak. Is een beetje strak? Nee. Oh, zelf doen. Ja. Ik zie we alles zelf doen tegenwoordig. Echt. Dus ik zelf doe de periode. Lukt niet. Mama, een beginnetje maken. Kijk, nou kan je hem. Nu kan je hem openmaken. Blauw. Dat is blauw. En dit is? Je moet het hier openmaken. Nou, is openmaken. Geel maken. Geel. Oh, heel goed. Deze kleur vind jij niet mooi, hè? Nee, paars. Oh. Paars. Ik vind de roze toch ook mooi.
Nee. Niet? Paars. Oh, paars. Zo. Kijk eens. Dit is roze. Dat is roze. En dan hebben we hier allemaal ijsmaakdingetjes in. Namelijk de ijsstokjes. Oh, die moet je nog even uit elkaar halen, of niet? Ja. Oh, nee. Nee, hier kun je het vormpje mee maken. Nee, je moet hem dichtmaken. Hier kun je ze tussen het ijsje doen. En dan kan je zo het ijsje eruit halen en dan op een stokje doen. Kijk, hier heb je ook van die ijsrolletjes en ijsstokjes zitten erin. Ik wil. Ga je beginnen? Ja. Weet je al hoe het moet dan? Ja. Ja? Een ijsje. Zie je dat? En Lucius die wordt wakker. Ja. Oeh, lekker graapje. Sorry. Nou, ondertussen dat Luxie even lekker gaat kleien. Goed zo. Mam. Zullen wij zo eens papa's even bellen? Ja. Ik ben wel benieuwd hoe papa het namelijk heeft. Mam. Ja? Ja. Even ook eraf halen. Moet je hem eerst even iets harder drukken. Zo. Zo, en dan weer openmaken. Open. Zo. Dat is heel beter. Hm? Grote pauw! Nu roze. Nu roze. Daar doe ik geel. Doei doei. Nu geel. Zo, nu geel. Geel. Dit is de aardbei. Dat is de aardbei, oké. Okay. En welke? Geet. Dat is? Groen. Smurfijs. Zupse ijs. Ja, geel is? Wat voor smaak? Teen. Banaan? Banaan. Dit is ook banaan. Die ook banaan? Ook beter. Nou, ik moet zeggen dat het wel stil is zo in huis. Ja, niet dat we altijd... We zijn natuurlijk wel altijd 24 uur samen, Daan en ik. Maar niet altijd in dat we met elkaar 24 uur iets aan het doen zijn. Vaak dat we wel iets voor onszelf doen. Of hij is aan het werk, of hij is in de tuin. Of dus we zijn even samen, hè, lunchen samen even. En dan doen we allebei weer ons eigen ding. Maar we zijn dan wel gewoon bij elkaar, zeg maar. Dus niet zozeer... Dat je uit elkaar bent. Maar nu is het echt even dat papa er helemaal niet is, hè, liefie? Nee, jammer. Jammer. Dan kan je niet even naar papa toe lopen, papa even een kus geven terwijl hij zit te werken. Nee. Ja, want dat is voor ons natuurlijk wat voor ons normaal is en wat wij gewend zijn. Daniel en ik zijn eigenlijk altijd rondom de kinderen. En dat combineren we natuurlijk met gewoon het werk achter de schermen. Maar we zijn er dan wel. Maar nu is hij er gewoon niet. Hij is lekker een dagje voor zichzelf. Een mannendagje eigenlijk. Want hij is dus met de buurman mee. En ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Volgens mij vlogt hij ook wat. Dus ik zal wel wat beeldjes ervan hier tussen stoppen. Maar ik ben heel erg benieuwd naar zijn verhalen vanavond. Ik vond het heel erg leuk om mee te gaan naar het circuit. Hoe het daar er allemaal uitziet en zo. En ja, ik kom natuurlijk normaal gesproken nooit zomaar op die manier bij het circuit. En hij kon nu mee met de buurman. Omdat hij meewerkt met opbouwen van het circuit. Dus het was wel leuk en dat vond hij natuurlijk wel leuk, dat snap ik ook wel. Dus hij zei, schat, ik ga vandaag een dagje met de buurman mee. En ben je even alleen met de kinderen? Dat is mooi, liefie. Die is heel mooi. Oeh. Voor wie is die? Papa. Ah, oh, is die voor papa? Papa, hey. Als je kijkt. Ze heeft een ijsje voor je gemaakt. Hier, die ijs. Ja. Papa. Oh. Zullen we papa zo eens even bellen? Ik zou papa nog even bellen, maar heb ik de telefoon gelaten? Even kijken. Een miljaartje. Ik heb hier de telefoon. Die zat in mijn kontzak. Bilzak. Sorry. Even kijken. Dit is mama Taille. Ja. Heel. Zo, even. De boertje Lusjes. Och, keurig toch. Miss Lusjes ook, bij papa op de arm. Lusjes die heeft een beetje last van krampjes. Zoals jullie wellicht weten. En hij vindt het heel erg lekker om bij Daniel op de arm te liggen. Met zijn buikje op zijn arm. En dan loopt Daniel lekker rondjes met hem door het huis. En dat vindt hij heerlijk. Valt hij helemaal in slaap op de arm van papa. En ik vind het natuurlijk ook super aandoenlijk om... Ja, ik weet niet. Mannen met baby's, ik weet niet. Ik vind dat ze iets aantrekkelijks hebben of zo. Ik weet niet of de enige vrouw ben die dat heeft. Goed zo. Maar ik vind het altijd heel erg leuk om Daniel bezig te zien met de kinderen. Daar kan ik heel erg van genieten als ik dat zie. Lief hebben. Maar goed, ik zal even ophouden met mijn vraag. Ja. We gaan even papa bellen. En papa bellen. Papa bellen. Eens even kijken waar die uithangt. Papa bellen. Ja. Even kijken wat hij uitspoken is. Ja, uitspoken. Nee, bel gewoon even om gezellig te kletsen. Ja. Ik kan even vertellen wat hij allemaal meemaakt. Twee ijsstukjes. Heel lief. Olifant. Ja. Nou. Goedendag, dit is de voicemail.
Dat is papa. Die is niet thuis. Mag ik bij jou huilen? Nee. Nee. Ik mis papa zo. Ga je mama troosten? Heel hoor. Papa is vanavond thuis, hè? Gaan we papa weer knuffelen, hè? Ga je mama opeten? Mama is zo lekker. Mama is zo lekker. Och, kerel, ja, hij is zo schattig. Kijkt hij met zijn oogjes rond. Hij heeft een heel leuk t-shirtje aan met Little Brother. Little Brother, kleine broer. Je hebt onze kleine broer, hè? Oh, I Lucius. Dit is onze kleine broer. Och. Lucius. Lucius, hè? Maar Lucius is toch jouw broer? Ja. Jouw babybroer. Lucius. Ja. Lucius is schattig, als het zegt. Lucius. Ja, ik hoor je, liefie. Ik zit naast je. Wat is het, liefie? Dit is een... Ja, mooi. Goedendag, dit is de voice. Neem die op. Papa had wel een filmpje gestuurd. Ja. Zal ik ze jou laten zien? Oh, of nog een videootje gestuurd. Oh, hij heeft er twee gestuurd. Kijk. Groetjes vanaf de Grand Prix Zandvoort. Denk aan jullie. Nou, de klus is geklaard. De Grand Prix te Zandvoort. De Netherlands kan gaan beginnen. Max Verstappen en alle Formule 1 rijders. Daniel Benninga wens jullie veel goed luck. Daniel Benninga wens je veel plezier. Wij kijken trouwens helemaal niet zoveel van... Zelf kijken wij niet echt de sport of zo, zeg maar. Wij kijken zelf eigenlijk helemaal geen tv. Nou ja, niet de reguliere tv, zeg maar. We kijken wel Netflix films. Maar we kijken niet zo heel veel nieuws en de sport en zo. Dus wij zitten niet in het sportgebeuren. Dus ik denk niet dat Daniel daar is, omdat hij dat sport ook volgt. Eigenlijk volgen we dat helemaal niet. We weten alleen dan dat Max Verstappen daar mee in race. Maar voor de rest zijn we niet heel erg fanatieke volgers hiervan of zo. Zo, gaat goed? Gaat goed? Je hebt net gedronken, dan moet het er meteen weer uit. Oh. Nee? Ja. Sorry, ik ben je... Mama! En s'avonds ben ik vaak ook gewoon back af en kijken we liever gewoon samen een lachfilmpje, een leuk Netflix filmpje of een romantische comedy. En vallen daarmee in slaap dan met de nieuwste dingen en zo. En vind het ook gezellig om samen gezellig nog wat te drinken. En gisteren ook weer hebben we samen nog even buiten gezeten. Want het was gisteren nog best wel lekker avond, een zwoele avond. En zitten we samen nog even lekker na te kletsen s'avonds in de tuin. En kijken we niet echt heel veel tv of zo. Maar goed, dat is jongens. Ondertussen is Lucius weer half in slaap aan het vallen. En mama op schoot, liefie. Ja, gaaf. Want hier straks de vloer is 1 auto's. Al staan. Helemaal gepimpt en klaar. Hier de baan op gaan. Nou, cool. Nou, even tijd voor een lunch. Proost. En dan zitten we in de auto, want we gaan weer Luan en Lucilla ophalen van school. Zo, wij zijn weer uit school. Luxie die is er weer. Ik ben natuurlijk. En Lucilla. En over, ja, het was super leuk. En ja, ik schrijf hier allemaal briefjes, want ik vergeet heel erg veel dingen snel. Ja, er was een ene. Kijk, ik moet even zo leggen. Ja. Even kijken. Nou, ik zit natuurlijk in groep 5. Dus dan ga ik ook schoolzwemmen. En ik heb super veel zin in schoolzwemmen. Ik schrijf altijd op briefjes. Dat ik dan ga schoolzwemmen. En ja, we zijn weer thuis. Papa is er nog steeds niet, hè, mam? Nee, papa is er nog niet. Nee, die is er nog niet. Ik heb wel wat filmpjes gestuurd dat hij op de circuit staat. Dat is leuk. En we zijn weer thuis. Even nog lopen bij de pitlane. Hier zie je alle borden van alle coureurs. Waar dan de Formule 1 auto's uitkomen rijden. Tof om hier even zo backstage te mogen zijn. Voor de natuurlijk volgende week. Alle Formule 1 raceauto's hier de baan op scheuren. Hefstuk kapot, even een nieuwe hefstuk gehaald. Dan moet de auto even terugrijden. Let's go. En zo rijden we over het terrein van het circuit. Na de lunch nu gaan we deze met ijzeren rand op het wegdek leggen. Waar de zwaar beladen vrachtauto's met een F1 auto's overheen rijden. Zodat ze niet meer past. Nou, en die gaat hierop. Hallo, ik ben de tractatie van Luan. En ik was nog over. En we gaan nu La Carmijn nog even opsnoepen.
Dat is lekker, hè, jongens. Mm-hmm. Dit was de tractatie van gisteren. En dit waren de overige wafeltjes. Die gaan we nog even lekker opdrinken of opeten. Kan je ook niet opeten? Ja, ook dat kan je niet opeten. En Shula had vandaag nog muziekles, vertelt ze. Wat ga je doen op muziekles? Gaan we zingen. Zingen? Oh, dat kan je wel. Ik ook muziekles. Heb jij ook muziekles? Ja. Ga je ook zingen op school? Ja. Oh ja, dan heb je ook muziekles. Maar ik kan ook. Ik kan ook. Zo op zo box. Ja. Oh ja? Ja. Dit is weer een hele grote box. Kleine box. Ja. Oh, zo leuk. En wat voor liedje heb je gezongen dan? Geen idee. Ja, wat is het dan? Ik ging zingen. Over een trein. Over een trein? Kennen jullie dat of niet? Nee. Een nieuw liedje? Ja. Hm. Leuk. Drie liedjes. Ga je zingen, een stuk zingen? Weet je dat niet gaat? Een moeilijk liedje. Moeilijk liedje? Ja, als je er in groep 3 nou hè. En ook moeilijkere liedjes natuurlijk. Hm? Ondertussen is Luan bezig met zijn huiswerk. En zijn huiswerk is niet uit de boeken. Nee. Zijn huiswerk is op de laptop. Dan moet hij naar een site toe. En daar moet hij dan tafeldiploma.nl. Ja, moet hij de tafels oefenen. En dat moet hij dan als een huiswerk doen. Ja, dit is 1. Ja, dit is makkelijk. Tafel 1, ja. Maar je kunt zelf uitkiezen wat je wil. Ik heb gewoon expres 1 gedaan. Nee, Lu. Doe maar even doe de tafel van 7 eens. Oké, okay, ja, dan moet ik eerst even wachten. Kijk, hij zit hier te typen. En dit is zeg maar de website waar hij heen moest. En oh, die fout, hè? 7. Ah. Dat is wel heel makkelijk, Luan. Hey. Oh, en nog even. Ah, je bent klaar. Dit wil ik ook wel eens eventjes nog even in de vlog het over hebben. Want jullie hadden gezien dat Luan had verteld dat hij een rekenmachine stiekem mee had genomen naar school. Ja, maar die heb ik nu weer teruggedaan. En dus die heeft hij teruggedaan, wat? Doe jij dat ook niet, want ik durfde het niet. Ja, dus als jij ook naar groep 5 of 4 of 3 gaat of wat dan ook, neem dan geen rekenmachine mee. Nee. En doe het dan vooral ook niet. Kijk, en dit ik ben vind geen ik goed een voorbeeld. Dat vind ik een hele goede les. Hoor. Ik had wel kunnen zeggen, nee jongen, je mag geen rekenmachine meenemen naar school. Dat moet je doen. Maar ik dacht, nee, laat hem maar even ervaren. Neem maar mee. Ik dacht bij mezelf, zou de meester wel wat van zeggen, maar goed. Neem maar mee en we zien wel. Ik durfde het niet. Hij durfde niet de rekenmachine te gebruiken. Dus hij heeft het maar weer mee teruggenomen. Ja. Goed, kijk, jongen. Daar heb je uiteindelijk niks aan. Ja. Want daar leer je niet van, ja, toch? Nou, ik doe de tafel van 5. En hij gaat niet verder 1 met de tafel. Oké, okay, ik doe tafel van 5 en 1. Nee, niet de van 1. Ik wil dat je van 1 weghaalt. Ja, dus doe maar van, van 7 of zo. 11 keer 5. Ja, maar dat is toch een hele moeilijke. Ja, maar je moet ook 11 keer 5 weten. Dat is ook van de 36. Volgens mij was dat 36. Oh, die nee, staat er niet bij. Nee, dat is nooit 36, want je gaat per 5. Dus 36 had niet zo'n dat is kan hij niet. Goed? Nee. Oh, hij is wel goed. Hij was goed, hij was goed. Toch? Nee, kijk, want kijk, rood. Oh, rood. Oh. Nou, dan druk ik gewoon alles aan. Ah, goed. Nee, je moet wel even goed weten. Okay, je weet toch wat. Je weet toch, nee, luister, je weet toch wat 10 keer 5 is? 10 keer 5, ja, is? Dat weet ik. Is 50. Ja, nou, dus 11 keer 5 is toch 5 erbij? Dan is dat toch? Ja, man. 55. Kijk, ik heb nog maar 15 seconden. Ja, maar je dan moet even logisch zijn. Ja, jij gaat alle knoppen drukken, maar je moet rustig. Okay. Rustig. Daniel, ik heb dat ook, maar mam, ik heb nog 10 seconden. Ik heb nog 10 seconden. Daniel is veel beter met rekenen. Oh nee, dit kan ik niet. Jawel. 5 keer 5, wat is ja, dat? Ik heb nog 5 is 25. Nou, je bent klaar. Nee, maar je moet kijken naar de sommen die je wel kan. 5 keer 5 weet je. 5 keer 5 is 25. Ja. En 7 is 2 verder. Dus betekent dat er 10 bij moeten. Dus ja. 25 is het 35. Ja, daar heb ik gelijk in. Je luistert niet eens. Oh, dat huiswerk maken, jongens, dat is een ding. Dat wordt wat nog. Hey, Daniel heeft wat meer 1 geduld. 1 minuut toets. Wat meer geduld hiermee. Tempo toets deze. 1 minuut toets. Oké, okay, ik doe nog 1. Niet de tafel van 1. Nee, daar ben ik weg. Oké, okay, 3. Nee, ook 3. Nee. Doe eens een goede tafel. 7? Ja, nou die 1 weghalen. Ja. Dit? Maar mam. 11 keer 7. Ho, wacht met weg. 11 keer 7. 10 keer 7 is...
10 keer 7. Ja, is, dat weet ik. Is 70. Plus 7 is? Plus 7. 77. Ja. Oké, waar staat het daar? Daar, hoppa. 9 keer 7. Wat is 10 keer 7? 10 keer 7 is 70. Min 7. 63. Ja! Zie je, zo moet het. Oh, deze 2 keer 3, dat weet je. 2 keer 3, die weet ik niet. 2 keer 3. Oh ja, 6. Ja. 6. Okay. 10 keer 3. Oh, die is makkelijk. 30. 30, waar staat je? Ja, ja daar. 5 keer 7. 10 keer 70, dat weet ik. De helft is 35. Ja, 35. Ja, 45. Ja, 35. Toppie. Ja. 10 keer 70. 70, waar sta je? Daar. Oh, daar. Oh. Klaar. En je hebt de uitslag. 50 punten. 50 punten. Aantal goed, 5. 50. Je hebt dus alles aantal goed. Pogingen, ook 5. Nou, speel opnieuw. Nou, dit is dus huiswerktijd met Luan. Nee, niet die tafel van E. Jongen, toedeledokie. Zoek het uit. Ik ga de was doen. Ja. Ik doe nu echt even serieus. Tafel van... Ik doe gewoon de tafel eens van 5. Die ga ik doen. Hier heb je gewoon alle tijd voor nodig als ik kijk. Ja. Maar Loesje zit te huilen. Kijk, hier moet ik gewoon die invullen. En dan ben ik alweer klaar. Ik ga even naar Loesjes toe. Nee, hoef niet naar Loesjes. Je hoeft niet naar Loesjes toe. Mam, kijk. Dit is makkelijk. Dit is van 5. Hier heb je geen tijd mee. Hier hoef je niet te stressen. Ja. Nou, ik zie niet te stressen. Die is 5. Ja, kom maar jongen. 10. 3 keer 5. Kijken, 15. 10 keer 5 bij je op. Ja. Dat is niet zo moeilijk. 20, die is ook. Eigenlijk moet je ze door de war weten. Door de, ja, door klopt, de war, maar dat kan niet. Tafel van 1, tafel ja. Ja, je kunt tafel vanaf tot en met 12, hè? Want in groep 5 doe je er 11 bij en 12 bij. Oh, een stukje pittiger. Ja, want in groep 4 deed de tafel tot en met 10. Ja. En nu doe ik er de tafel van 11 bij en de tafel van 12 bij. En die weet ik nog niet. Dus die. Maar eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Want je doet eigenlijk gewoon iedere keer tot 10. Want je kent alle tafels tot 10. Plus bijvoorbeeld 5 of 10. Ja. Of, ja. Snap je? Ja, maar man, ik kan dit gewoon. Moet ik even naar Google toe gaan. Tafeldiploma.nl groep 5. En dan krijg je dit. Ja, nou, dat is super handig. Ja. Nou, dat valt er wel mee. Een beetje wel leuk, toch? Jij zei altijd, och jongen, ik wou dat gewoon in een schriftje was. Helemaal veel te ingewikkeld met al die codes en dingen. Jij maakt je helemaal zorgen. Ja, ik maak je me helemaal zorgen. Om je huiswerk. Ja. Maar het is eigenlijk best wel leuk, je huiswerk. Ja, en kijk, hier. Gewoon menu. Wat hebben we menu? Kan je uitkiezen? Alle tafels op een rij. Die ga ik doen, alle tafels op een rij. Oh, 7 keer 20. 7 keer... Maar man, het is toch veel te moeilijk. Nee, wat is 7 keer 10? Dat is 70. Ja, wat is dan 70 plus 70 is... Moet je 7 plus 7 doen? 7 plus 7 is... Mijn tijd gaat bijna voorbij. Wat is 7 plus 7? 7 plus... Oh, tuurlijk. 14. 14 plus een 0, dus... 114. Juist. 114. Nee, nou, je typt niet goed. Dan moet je wel goed typen. Dus 014. Oh, 140. Terug? Nou, nee. Terug? Doe dan. De tijd loopt af. 100. Nee, niet 100. Het is 140. Oh, snel. Goed. Terwijl Luan even verder gaat met zijn huiswerk. Scheen het zonnetje buiten. Was het heel lekker warm. Ze hebben, oh, zullen we nog even lekker in de jacuzzi gaan? Nu het nog kan. En Luan, jij komt ook als je klaar bent, hè? Ja. Dus, en dat is ook weer zo'n typisch Daniel dingetje. Wat Daniel eigenlijk altijd doet. Die doet dan de jacuzzi open. En die zorgt dan dat ze de zwemkleding krijgen. Wat bij het zwembad ligt. Omdat altijd die deur op slot zitten. Kijk, hebben we hier de badpakjes. En dan doe ik hier de deur even open.
Dan kunnen we hier lekker even in het jacuzzi. Zoals jullie zien is het nog echt opeens heel lekker weer. Moet je even neerzetten. Kijk. Hier zitten. Jullie, naar jullie kijken. Met Lucius. Ik heb trouwens nog steeds niet in het water gezwommen. Na mijn bevalling. Zou in principe al wel weer mogen. Maar ik wil het toch echt even bewaren voor een speciaal moment. Dat ik ook met Lucius kan gaan zwemmen. Oh, deze is een beetje zwaar. Wacht even. Kijk, dat is eigenlijk ook weer een zwaar papa klusje. 1, 2. Zo, jacuzzi is... geopend. Terwijl de meisjes even lekker gaan spelen in het jacuzzi, zit ik hier als badje even erbij. Met Lucius aan de borst even te voeden. Dat is ook wel weer zo'n dingetje waarin ik merk van, oh ja, ik ben nu inderdaad alleen als ouder. Normaal gesproken zit Daniel bij het jacuzzi, dus we hebben natuurlijk niet helemaal alleen hier. Zit Daniel erbij. En dan ben ik bijvoorbeeld binnen bezig en dan ga ik ook eten koken of de boel even opruimen. En dan zit Daniel hierbij, de meisjes erbij. En Luan zit nu dan zijn huiswerk te maken. Maar goed, nu moet ik er even bij blijven zitten. Ik weet dat ik hier kan staan. Ja, ik weet dat ik jullie kunnen staan. Luxie kan er ook in staan. Maar goed, het idee. Altijd een fijn idee, hè, dat er iemand bij het zwembad is. Oh, dan ga je eerst even plassen. Oh, dat had je al gedaan. Oh, het is stoppie, Luxie. Luxie moest eerst even plassen. Zo schattig. Maar ze trekt nou het badpakje aan en dan gaat ze ook even lekker erbij spetteren. Hé? En dan dus even Luxies voeden, hè? Ja. Maar, oh ja, dat was ik aan het vertellen. Het moment dat ik wil gaan zwemmen is echt als ik samen met Lucius voor de eerste keer ga zwemmen. En dat is nog niet, daarvoor hebben we nog niet een momentje gevonden. Mama. Wellicht, het zou wel kunnen hoor, maar ja, liefie. Maar papa, ja. Hoe wordt niet je haar dat als je onder water gaat? Met een badmuts op, hè? Mag ik dan een badmuts? Ik heb geen badmuts, schatje. Daar komt Luxie aan. Goed zo. Nou, stap er maar lekker in. Ja. Stap er maar lekker in. Ik heb een hele grappige reclame gevonden. Een grappige reclame? Oké, wat dan? 1, 2, 3. Oeh. Gaat ze onder water zwemmen. Oh, maar Luxie, denk in de oortjes, hè? Niet draaien onder water, hè? Je hebt net je oortjes weer goed. Ja. Goed, nou, doe maar lekker spelen. Zit ik hier lekker Luciërs te voeden. Kijk, ik heb wat super grappigs. Kijk, hier. Wat is dit nou? Kijk, en dan kun je even kijken. Ja, kijk. Dan heb ik hier de muis, zie je? Kijk, en dan gaat hij kijken. En dan pak ik bijvoorbeeld bij zijn neus en dan... Huh? Kijk. Kabam. En zijn haar. Kan ik ook zijn haar pakken? Die ziet er super gek uit. Huh? Kijk. Grappig, hè? Dan kun je hier grappig iets mee doen. Zo grappig. Zo, en nu weer huiswerk maken. En Lucius ligt heerlijk voldaan weer lekker te chillen in zijn kinderwagen. Terwijl de meisjes hier lekker en het spetteren zijn in het zwembad. Jacuzzi. Heerlijk jongens, we hebben toch nog gewoon een zonnetje. Dat hadden we niet gedacht. Ook een van die taken die Daniel eigenlijk altijd toch wel vanzelfsprekend doet is... de prullenbakken legen. Ja, ze zitten vol, dus ik doe het nu toch maar even zelf. Zo hebben we eigenlijk altijd een soort van taakverdeling in huis. Dingen die hij doet en die ik doe. Gewoon standaard op de automatische piloot eigenlijk. Als je dus merkt dat er één iemand niet thuis is, denk je, oh ja, ik heb maar even de prullenbak legen. Nou, dat doe ik nu dus even. Johan is huiswerk aan het maken. En hij is aan het zingen, terwijl hij huiswerk aan het maken is. Hij is Spotify op aan het zitten. Even kijken of ik het kan filmen. Waarom moet je in het zingen, jongen?
Lucius, er staat even bij Luan binnen, maar het gaat regenen, meisjes. Regenen. Ja, Lucius is er al uit. Kijk, het gaat druppelen. Dus we gaan uit de jacuzzi. Alles opruimen. Ja. En dan lekker afdrogen. En zijn jullie toch nog even lekker in het jacuzzi geweest? Die handdoek? Ja, dat maakt niet uit. Pak maar gewoon een handdoek, schatje. Nee, die ik. Oh, wees zelf. Zelf doen. Sorry, zelf doen. Altijd. Altijd alles zelf doen. Hé, Luxie? Mama, we kunnen ook nog tijdens het regen in een jacuzzi. Ja, dat mag ook wel. Alleen mama gaat zo beginnen met eten kopen. Nee. En dan gaan we zo lekker eten. Want papa zou komen. Oh, mis je papa, liefie. Ja. Waarom mis je papa dan zo? Wow, want ik mis dat geluid van de grasmaaier. Ze mist het geluid van de grasmaaier. Ja, dat mist mama ook wel een beetje op de achtergrond. Dat, en dan komt papa weer voorbij. Hè? Hij had beloofd dat hij met avond eten thuis. Ja, ik weet niet. Hij is met een ander. Hij is met de buurman mee. Dus op het moment dat de buurman thuis komt, dan pas kan hij ook naar huis. Hij heeft niet zelf een eigen auto. Het gaat echt regenen, jongens. Maar kom eruit, liefie. Kom, gaan we lekker naar binnen toe. Ja. Alle spulletjes eruit. Oh, het wordt steeds harder. Het gaat steeds harder. Kom eruit. Mama, die dingen. Ja, ja, snel naar binnen toe. Handdoek. Ja, handdoek naar binnen. Alle spulletjes even opruimen. Even hier neerzetten. Ja, dit zijn inderdaad weer typische van die dingetjes die je dan lekker samen doet. Maar nu dus niet gaat. Ja, jongens, sorry hoor. En deze vlog staat even een beetje in het teken van dat we normaal gesproken alles samen doen. En dat toch elkaar moeten missen. Ik ga even jullie neerzetten, anders lukt het niet. Ik moet zeggen, ik heb hem nog nooit dicht gedaan. Alleen nog maar open. Open is makkelijker als dicht. Ik krijg hem niet dicht, joh. Hoe doet hij dit? Oh. Doe papa dit, jongens. Mama. Ja. Woep. Nee, dat gaat niet. Wacht even, dat gaat niet. We gaan binnen. Ja. Och, het gaat regenen. En onweren. En ik krijg de jacuzzi niet dicht. En hij moet heel dicht, anders koelt hij af en dan wordt hij vies. Help, help. Kan Luan mij helpen? Kunnen jullie Luan even roepen? Luan. Dat ding is zo loeizwaar. Ik krijg hem niet over de rand heen. Misschien dat Luan mij even kan helpen. Luan! Nou, zo zie je maar weer. Dat het toch best wel handig is om af en toe vaker een vent erbij te hebben. Ik krijg hem niet dicht, jongen. Weet jij hoe papa dat doet? Ja, zo. Oh, trekken. Bijna. Trekken. Ja, trekken, trekken, trekken. Ja, 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 ja. Ja. Ja, Luan. Kijk uit. Ja. Oh, gelukkig. Nou, deze. 1, 2. Het is echt een zwaar ding. Yes. Toppie. Daar zijn Luan. Dankjewel, jongen. Hé. Hey. Jij bent een beetje nat, maar dankzij jou hebben we hem dicht. En nu onze mannen naar huis, hè jongen? En ondertussen sta ik alweer lekker te koken. Vanavond lekker kippenworstjes met wat doppertjes en worteltjes. En dit zijn pennen aan de kook. En tijdens het koken weer het welbekende zeurhanghel momentje van de meeste baby's, ook voor Lucius. Dus ik sta te koken en ondertussen even met jou lekker te wiegen zo. Ja, dan is het weer goed. Ja, dan zit er even goed. Daar kijk je naar. Naar het plafond. Mm-hmm. Ja. Dan maakt het allemaal van die geluidjes. En hij is ook steeds steviger met zijn hoofdje. Dat hij steeds sterker is in zijn nek. Dat hij zijn eigen hoofdje alle kanten op kan draaien. Ja. Gaat steeds beter, liefie. Ja. Dan straks ook met papa knuffelen, hè? Ja. Kijk naar hem. Oh, naar die oranje fles. Ik zie het al, kijk. Hij kijkt hiernaar. Hij ziet dit staan daar. Zo is hij alles nu aan het bewonderen. Hij heeft nu de sprong van patronen. Van de Oei Kroei app. Daar heb ik nog steeds niet heel veel van verteld trouwens. Komt misschien nog wel later deze week. Als ik iets meer rust heb om daarover te praten. Maar hij kan nu de patronen zien. Bijvoorbeeld patronen van deze theedoek. De ruitjes,
die felle kleur dus, dit. Maar ook patronen van bijvoorbeeld de lamp die daarboven hangt. Overal zie je de patroontjes in. Dus dat is natuurlijk wel heel interessant. En ik kan hier heel erg lang naar kijken. Heel lang naar staart. De plantjes, de blaadjes van de bloemen, van de plant hier in huis. Ze hebben de kinderwagen bij een plant en dan kijkt hij heel lang naar de plant. Heel grappig is dat. En dan zie je hem helemaal indrukwekkend, zie je hem rondkijken. Helemaal genietend van alle nieuwe dingen die hij nu weer kan zien. Dat is wel heel leuk hoor. Maar goed, dat doet hij het liefst vanaf de arm. Of vanaf in zijn kinderwagen, vindt hij ook wel goed. Maar ja, aan het einde van de dag is altijd zo'n momentje dat ze het liefst op de arm zijn. Maar ja. Ik ben al bijna klaar met koken. En dan zit de dag weer op zonder papa. Hebben we toch nog best wel redelijk goed te weten overleven. En Luxie? Ja. Ja, Luxie zit aan het spelen. Ja, je moet je pop uit spelen. Ja. Nou, Lucilla zei net wel van man, ik mis papa nou toch wel hoor. Dus het begint nu wel, vooral in de avond zijn we natuurlijk altijd samen. We eten gezamenlijk natuurlijk. Ook al zijn we de hele dag overal nergens rondom het huis en in huis. Uiteindelijk in de avond zijn we toch wel altijd wel samen gezamenlijk aan de tafel. En nu eet papa niet mee, denk ik. Tenminste, ik heb nog niks gehoord. Maar goed, ik moet hem zo eerst nog maar eens even bellen. Want ik heb hem ook nog niet gesproken vandaag. Aan tafel. Mama. Ondertussen zitten wij gezellig. Aan tafel. Aan tafel. Zelfs Lucie zit erbij. Ja. Alleen, mist er nog iemand? Ja. Onze papa. Onze papa. Hebben we die wel gemist vandaag? Ja. Toch wel, hè? Ja. Nou, we gaan hem zo eens even bellen. Want ik heb hem eigenlijk nog helemaal niet gesproken vandaag. Wel geprobeerd te bellen, maar hij nam niet op. Ja. Och, jongen, toch. Met je papa ook. Ja, Nou, dan gaan we eens even een poging doen papa te bellen. Nou. Ga je video met hem bellen? Goedendag. Dit is de voicemail. Ja. Hij neemt niet op. Ik doe nog één poging, jongens. Bijna. Kom op. Ja, kom op. Papa, neem niet op. Nee. Goedendag. Nee, hij neemt niet op. Even kijken of hij nog wat heeft ge... Hebt. Stukjes vanaf de Grand Prix. Zandvoort. De pitlanes zijn klaar. Voor de race. De moon. Maar Otto's. Dat is een worstje. Oh! Goedendag. Dit is de voicemail van... 108. Nee, helaas jongens. Pindakaas. Mijn mama. Het als iemand niet beter. Belt, dan hoort toch een piepje en dan mag je er iets in spreken. Ja, maar dit was via de WhatsApp. Iets inspreken? Oh nee, dat luistert hij toch niet af. Papa luistert de voicemail niet af. Papa is tijd. Ja, nee, papa was niet kwijt. Papa die hoort de telefoon niet. Dus we kunnen papa niet even bellen nog. Oh, mama, nou, ik ga het straks nog wel een keertje proberen. Oh ja, ik ga het straks nog wel een keertje proberen. Het is inmiddels al 7 uur. Eigenlijk is het al bedtijd, jongens. 7 uur is bedtijd. Is het bedtijd? En dan wil ik ze eigenlijk al op bed hebben. Maar ja, we zitten nu nog aan het eten. Dus ik loop een klein beetje achter op het schema. Mijn mam. Maar goed. Ik wil nog papa zien. Ja, liefie. Ik vraag wel als papa thuis is of hij nog even jullie een kusje komt geven. Maar Lucilla laten we nog. Ja, dan maakt hij je zo wakker. Lucilla, je bent thuis. Maar je zit in ieder geval morgenochtend weer. En sowieso komt hij nog even een kusje geven. Ja? Of je wakker bent of slaapt, dat maakt niet uit. Nou, wij gaan deze vlog weer afsluiten. Ik denk, misschien sluit ik hem nog even af leuk met Daniel op de telefoon. Maar hij is er dus niet bij. Jullie gaan hem morgen weer zien. Dan zullen we wel, waarschijnlijk wel horen wat hij allemaal heeft beleefd. Of misschien heeft hij ook wel de vlogbeelden nog. Die heb ik nog niet gezien nu. Maar geen idee. Hij zal misschien wel wat hebben gevlogd. Maar dat ga ik vanavond zien. En jullie hebben het al gezien. Ik ga het drinken. Oh, ja. Ik ga zo ook nog even drinken voor je pakken. Goed. Zullen we eerst... Ik ga het kiezen. Je mag toch, ja, maar zoveel uit te kiezen is niet meer, schatje, want we moeten boodschappen doen. Mam, lekker een beker water. Wij gaan ons bordje lekker opeten en ik ga zo lekker de kinderen in bad en in bed doen. Ja. En dan zie ik Daniel vanzelf wel verschijnen. En jullie zien hem morgen weer in een nieuwe vlog. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de... Duimpje omhoog! Vergeet niet te... Abonneren! Klik op mijn belletje. We zien je morgen. Doei! Doei! Mijn mama. Ja, ik kan het niet bij mijn hand erop doen. Ik kan erbij. Ja, ik kan erbij. Wil jij het doen? Tot morgen. Het is zelfs nog geen eens half vijf. Sorry jongens. Foutje, ik heb mijn bril niet op. Het is niet... Nee, kijk maar even. Ik zeg het is 7 uur. Het is nog geen 5 uur.
We lopen dus niet achter op schema. Nee, het is 16:64. Dus ja, bijna 5 uur. Nou, we hebben nog meer dan 2 uur de tijd. We lopen dus niet achter. Nou, nee, ik heb het dus allemaal gered, jongens. Zonder mooi papa. Gelukkig maar. Maar we hebben hem wel gemist. Ja, zeker. Nou, oké. Okay, nog een keer. Poging 2. We zien jullie morgen weer. Tot morgen. Doei. Jij ook. Nou, we kwamen aan om goed 9:30. Het is nu bijna 5:30. Vara zei al, de kinderen willen even met je video bellen. Maar jullie nemen niet op. Dus lieve kinderen, lekker gegeten en weer een abonnement. Oh, daar zijn ze hoor. Ja, hallo druifjes. Vanaf de Grand Prix in Zandvoort, hier is papa. Hier is papa druifjes. Hallo, alles goed druifjes. Hé, hey, Lucilla. En Lixie. Hé, hey, Luan. En Lucius. Nou, kijk eens, ik sta hier nog steeds op de Grand Prix. Hier achter mij zien jullie alle raceautoboxen. Nou, hij belde toch nog terug. Hey. Ja. Hey. Ja. En Lucie. Ik sta hier nog steeds op de Grand Prix. Hier achter mij ja? zien jullie alle raceautoboxen. Oh. En ik heb met de achterbuurman deze betonplaten, kijk, allemaal neergelegd. Maar pap, wanneer kom je hier thuis? Ja, we zijn nog wel eventjes bezig. Waarschijnlijk vanavond 10:00 pas. Oeh. We hebben lekker eten met mama. Oh. En Bartje in een bedje en dan geef ik jullie een kusje jullie slapen. Oh. Alles gedaan dat de Formule 1 race die auto's hier kunnen gaan racen, hè? Ah. Maar pap, waar zit je helemaal? In Wassenaar? Zandvoort. Oh, Zandvoort. Aan zee. Zandvoort. Ik kijk jullie wel even gauw de Grand Prix baan zien, hè? Moet je even kijken, hè? Daar rijdt straks Max Verstappen met de Formule 1 auto's, hè? Ga ik er even heen. Ja, kijk, hier, dit zien jullie allemaal. Ja. Al deze betonblokken. Van daar. Hier moeten nog televisiekabels aansluiten. En bij hem van daar. Helemaal tot daar. En helemaal, kijk, daar zie je de buurman nog zitten. Van daar. Ja, het is net zoals die film, hè, wat ik al zei. Ja. Doe je bij Tiff, zit mijn handjes hem? Oh, ja, pap. En dit is dus de pitchbox, moet je kijken. Zo. Kijk, en want hier staan straks die Formule 1 auto's. Hier staat Max Verstappen dan met zijn pakken van 10 bandenblaas. En dan, moet je kijken. En dan rijden ze met de raceauto. Wing, 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 wing. Zo'n circuit op. Maar papa, zijn daar ook al de raceauto's? Nee, die komen vrijdag gaat het circuit in Zandvoort. Papa, love you all. Ja. Voor de vlog van vandaag, duimpjes omhoog. Ja, we hadden hem al afgesloten, maar ik plak het er nog even aan. En tot morgen. Tot morgen. Doei. Doe je mee, boom, 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 mee.